kijkers van DDG en welkom bij eigenlijk een van de allereerste beelden van DDG Headquarters, HQ. Jij bent nou getuige van iets episch. Nee, we moeten het niet groter maken dan het is. We zijn trouwens nog heel hard bezig met verhuizen en op het moment dat je dit ziet, heb ik nog steeds geen eigen internet en heeft Vincent dit voor mij geüpload. Dus, dankjewel Vincent, maar zal ik even gewoon kort door deze 20 vierkante meter heen gaan? Dan heb je een klein beetje een idee wat wij doen. Revé zit hier. Hallo. Hi. Wij gaan zo meteen terug naar Revé. We beginnen even bij de deur. Dan gaan we gewoon vast van het begin af aan. Kijk, hier is de deur. Hele mooie deur. En het ziet er zeg maar zo uit. Dus moeten we even de stoel een beetje terug doen, zo. Anders ziet het zo raar uit. Hup. Kijk, even serieus. Hier zit ik. Op deze hoek. Ik zal hem even ietsje scherper stellen voor jullie, anders kun je het zo slecht zien. Hier zit ik. Eigenlijk, dit is gewoon mijn beeldscherm. Hier. En ik heb hier nog een extra scherm voor stream, activiteiten en dergelijke. Wat hebben wij allemaal nog meer? Nou, hier is mijn PC. Mijn Acer Predator 3620. Super vet. Ik ben er echt heel erg blij mee. Mijn Logitech muis ligt nog in Assen, dus ik gebruik nog even dit oude kring. Hier, hartstikke mooi. Razer. Met een iPhone. Goede reclame, David. Ik heb wel meegenomen mijn G510 toetsenbord. Ik kon een of ander gigantisch duur ding meenemen. Zo'n, wat is dat, G19S. Alleen, joh, ik dacht, mooi niet. Hier heb ik heel veel ruimte voor gear en spul. Ik heb hier een van de vet boxje. Ik heb hier mijn headset liggen. Dat is de UE9000. Scherpstellen. Hoppakee, hartstikke mooi. En hier heb ik nog een microfoon die nog steeds aangesloten moet worden. Alleen, zoals ik al zei, ik heb de helft van mijn spullen nog in Assen liggen. En andere moeten we nog gewoon krijgen van onder andere Acer en Logitech. Voordat het allemaal compleet is. Dus dit is niet de uiteindelijke opstelling. Qua spullen, zeg maar wat je hier ziet, dat wordt uiteindelijk toch wel drie keer zo vol. Komt een vanuit de muur hier zo, komt zo boven mij, hier zo, komt een soort microfoon te hangen, die, zeg maar deze. Die microfoon, die komt dan te hangen en die kan ik dan wegduwen en dergelijke. We hebben ook nog een lampje hier, hartstikke mooi lampje, speciaal voor een livestream, denk ik. En een 1080p webcam voor de livestreams. Altijd handig om te hebben. Oh, ik weet niet welke icoontjes ik liet zien. Nou ja, geen porno volgens mij. Staat er porno op mijn computer, schrijf me? Dat weet jij beter dan ik. Dat weet ik beter dan jou, dat klopt. Ik ga er even bij zitten. Ja, ga even. Ja, jij, jouw setup, daar moet ook echt een en ander over verteld worden. Is nog niet klaar. Nee, dat is ook eigenlijk allemaal, een beetje oude meuk, hè, dit. Niet oud. Nee, maar. Ik heb nog gewoon geen. Ik heb mijn scherm nog niet mee en zo. Dus ik heb alleen echt een laptop hier staan met toetsenbord en muis al wel. Alleen gewoon nog geen schermen. Dus ik moet even met dit schermpje doen. Wat ook goed is natuurlijk. Maar. Kan ik jou niet eens een keer verleiden met het mooiste Logitech toetsenbord en de mooiste Logitech muis die er is? Wat je nou hebt hier, dat is een. Een mix. Een of andere CM Storm van 2 jaar oud. En je hebt hier een. Ja. Een vrouw, echt een vrouwenmuisje. Die muis is wel fijn. Nee, maar, oh god. Kijk, oh. Mijn hand past. Jouw hand past. Oh, okay. Oh. Maar kijk, mijn hand. Schat, okay, past. Ja, pak de camera. Ik zal hem even scherp stellen voor de noobs onder ons, alsjeblieft. Ga maar even praten tegen jezelf. Dus als Logitech wel eens muis heeft, kan het misschien wel zijn. Maar... Ja, toevallig ja. Wel, de G100. Maar daar hoor ik jou niet over. Oké, even serieus. Jongens. Oké. Het verschil, kom maar. Ja. Ja, eigenlijk moet je hem even aanzetten, want nu ziet deze er saai uit. Ja, kun je die even aan je... Kan jullie er ook in lopen? Ja, doe maar gewoon erin. Zo. Kut geluid, maar dat. Trekken. Oh, en dan neem je het hele doosje mee. Kom op. Maak hem los. Laat los. What the fuck, bro. Vrouw. De beste, hé. Nee, maar ik zal even laten zien waarom ik dit een vrouwenmuis vind en nou. Dit een gamermuis. Maar ik snap je punt. Vrouwen? Jij wilt, nou, of voor mensen met handen. Heel klein handje. Oké, okay, ja, dat gaat. Je hebt twee, hè? What the fuck? Wat dit is helemaal geen Logitech. Waarom zit die hierin? Vriend. Dit is toch een andere? Hm? Van wie is die? Dit is een CM Storm, hoe komen we daaraan? De mensen dachten wel waarschijnlijk, maar what the fuck is dit? Oké, okay, huh? Wacht even, wat doet die? Daar gaat het. Laat ze los. Omdat hij altijd aan uit gaat ofzo. Waarom gaat hij het dan uit? Dat weet ik ook niet. Oh god. Kom op, ding. Help. Nou, hey, we gaan even verder. Uiteindelijk komt hier. Ik hoop dat jij een Asian Predator krijgt, zo hè? En ik krijg uiteindelijk. Je krijgt de eigen vaste PC. Ja. En die komt dan waar daar achteraan te staan?
Daar. Daar, want daar, dat ga je zo waarschijnlijk laten zien. Daar heb je een heel mooi ding om op te zetten. Het rode wangetje, schatje. Kan dat door de inspanning? Ik heb rode wangen. Een klein beetje. Nee, maar dit is eigenlijk Reve's tijdelijke werkplek. Ja. En straks gaat deze stomme laptop die gaat weg. Bam. Die stom. Dat is je oude laptop, hè? Dat is van mijn broer. Ja, maar. En dan kom jij hier te zitten. Ja, eigenlijk komt hier Jan per se te staan, denk ik. Hier zo beneden. Ja, daar zo gaat hij op. Zo, op de niet verlichte plek nog. Maar dat maakt helemaal niet zoveel uit. Dus die gaan natuurlijk weg. Of... En ga je ook net als mij twee beeldschermen doen? Waarschijnlijk wel. Serieus? Fucking vet. Ja, cool. Nou, dan even voor het idee. We doen een korte rondtour nog. Wat hebben we hier? We hebben hier natuurlijk mijn fameuze Red Bull koelkast. We moeten natuurlijk... Hij is nog niet... Hij duurt nog helemaal niet te veel. Auw! Nee, grapje. Niemand die daarin trapte, David, maar ik vond het leuk. Oh, dit is mijn reislaptop. Dit is een... Ik heb hem open. Een S3, toch? Acer Aspire. Acer Aspire S3. Ik wist het. Dat wist ik wel. Doe dat lampje nog een beetje, ja. Dan hierboven straks komen allemaal leuke goodies en gearies en dergelijke. Nou, what the fuck? Ruim je rommel op, vrouw. Dat heb jij gedaan, hè? Jij moest per se een muis pakken. Want nee, is de goede muis. Nee, bedoel, je moet een muis pakken. Grappig. Nee, maar even serieus. We hebben hier een zwaard van Ubisoft. Van Pirates 4. Assassin's Creed 4. We hebben al dit. Dit is zeg maar zo'n toffe muis. Ik wou van Acer. Ik wou serieus dat alle fabrikanten dit met Lamborghini en Ferrari en Porsche en zo deden. Hoe vet is dat? Maar ja, qua gebruik is je kut. Ik bedoel, ben heel eerlijk. De Razer Logitech muizen en zo van deze wereld zijn veel beter. Dit is gewoon een standaard muis, maar ik vind hem zo vet eruit zien. Holy shit. Stuurwieltje. Dit is ook zo'n collector's item trouwens. Dit is een Ferrari Xbox controller, maar ik speel niet eens Xbox, dus je weet. En dit is Splinter Cell Blacklist. Overigens, over Splinter Cell Blacklist, daar moet ik nog even wat over vertellen. Reve en ik, wij zijn natuurlijk geweest daar bij Splinter Cell. In Toronto was dat, Reve, hè? Ja, Toronto. Vond je ervan? Heel erg vet. Ik denk dat jullie het heel veel hebben gezien in zijn filmpje en in mijn kanaal ook. Ja, de meeste, ik ga even zo zeggen. De meeste mensen hebben inderdaad wel gezien. De meeste hebben wel gezien wat wij deden in Canada en wat we ervan vonden. Heb je die video nog niet gezien? Zoek even op. Dat is letterlijk David Vlog. Zoveel. En dan we zijn in Canada, heet het. Wij hebben daar Splinter Cell gezien. Wat? Ja? Even zelfpromotie. We hebben. Ja. En wij hebben daar ook Splinter Cell gespeeld. We hebben hem zelfs nauw op thuis. Alleen we hebben nog geen Xbox. En mij kan altijd andere dingen. Ja, dat is waar. De PC komt altijd later. Ik hoop dat ik per se iets nog voor de release krijg. Maar het komt altijd later. Ja. Dit was onze setup. Dit wordt DDGHQ. Oh nee, helemaal vergeten. My god, wat ben je nu? Ik ben aan het kloten. Deze muur. Sorry, je stond echt heel charmant op net. Nou. Deze muur hier. Wil je die stoel eens weghalen? Dan kunnen mensen het goed zien. Nou, en die stoel staat in de weg. Je vraagt het zo netjes. Oh. Goed zo, schat. Ik ben trots op je. Deze muur, dit wordt onze studio. Dus zeg maar, gaan we eens even filmen vanaf hier zo. Nou, vooruit maar. Lam. Waar het mee staat ongeveer de camera. Hier komt een heel groot green screen of een white screen of een black screen. Die kunnen we wisselen. En als we dan een game show gaan doen zoals dit, gaan we hier. Gaan we dat even doen. Reviews ook. Gaan we bij zitten? Bij reviews? Van reviews. Hoe deed je dat? Ga je zitten? Gaan we zo de review doen? Nou, vandaag gaan we wat reviewen. Namelijk een broek. Hij zit goed. Ik kan hem niet recht houden meer. Ik moet zo lachen, schatje. Ja. Zit je me uit te lachen? In mijn eigen HQ, je bitch. Jij bitch! Het is ook mijn HQ. Ga zitten. Goed zo. Wat deed je dat? Ik hou voor jou. Ja, wat deed je dat? Jongens, bedankt voor het kijken. En waarschijnlijk gaan we dagelijks een update video doen. Vanuit DDGHQ, omdat we heel veel verschillende dingen gaan doen.
Binnenkort gaan we naar Gamescom, dus dat betekent dat er wat minder video's zijn van mij. Omdat ik waarschijnlijk de komende 2 weken nog geen internet ga hebben. Dus eind van de maand pas. Dan zijn we terug uit Gamescom. Dan kunnen we weer gaan knallen met alle toffe series die wij deden. Revé ook. Op Gaming Revé. Hoe zeg je dat? Gaming Revé. Gaming met Revé. Dat kunnen mensen echt nooit verstaan. Maakt dat nou uit, man. Jezus. Kun jij die abonnees gaan schrijven? Oh, grappig. En dus als we internet hebben, dan kunnen we weer hard aan de bak. Vanuit Gamescom kunnen we wel een heleboel, dus waarschijnlijk gaan we een aantal video's daar uploaden voor jullie. We gaan elke dag proberen te livestreamen vanaf Gamescom. Ik wil Team DDG in ieder geval gaan bedanken voor de enorme steun van de afgelopen tijd. Dat ik eigenlijk al een week lang niks meer upload, omdat ik aan het verhuizen ben. Ik hoop dat jullie met het nieuwe DDG HQ in aanbouw, het is nog niet eens 30% af, dat jullie zoiets hebben van ja, daar gaan ze energie in steken. Hou op met mijn godverdomme uit te lachen. Dankjewel. En doe even een like op deze video. Abonneer op dus David Games. Staat in de beschrijving. Haar kanaal. En tot de volgende keer. Doei. Wat zei je, schatje? Wat? Doei. Zeg dat nog eens een keer. Nou, niet eens helemaal. Probeer het eens. Dat kan ik echt niet. Okay. Net zo'n Japanse sensei. Luister wat. Duckface. Kom hier, Sean. Oké, ja, stop maar. Dit gaat helemaal nergens meer over. Ze moeten liken, abonneren op Google. Dus Duck Games. Favorieten, reacties. Hey, niet zo spammen, niet zo vragen om likes en favorieten. Dat zijn is niet... reacties, geen favorieten en likes. Voor mij hebben mensen echt door dat we helemaal klaar zijn met het verhuizen. Dat we fucking droog zijn. Ja, okay. Goed, jongens, later.